Op 1 januari is de initiatiefgroep Pastorie in Zomereind gestart met een laatste ultieme poging om als dorp voldoende middelen bij elkaar te krijgen om de pastorie met de tuin te verwerven en er een mooie invulling aan te geven. De initiatiefgroep heeft zoveel enthousiaste reacties mogen ontvangen op de verspreide folder dat zij deze laatste poging nog graag een vervolg wil geven. Daarom worden er open inloopdagen gehouden. Hans Toners en Bart de Groot van de initiatiefgroep werkgroep Pastorie, Zomereind. Hoe is de stand van zaken, Bart? Ja, de stand van zaken is dat we nog een laatste ultieme poging gaan doen om te proberen voldoende middelen bij elkaar te krijgen om als stichting en oprichting de pastorie te kunnen kopen. Ja. Dat is de stand van zaken. Ja, want anders liep het niet van een leien dakje. Het liep niet van een leien dakje. We zijn in augustus met het kerkbestuur tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden voor 100 dat we konden kopen. En we zijn toen aan de slag gegaan om het geld bij elkaar te krijgen. En ja, nee, het liep niet van een leien dakje. Nee, dat niet. Maar waar waren de hobbels? Het geld bij elkaar krijgen. Er zijn een hele hoop mensen die echt wel geïnteresseerd zijn en belangrijk vinden dat de pastorie behouden blijft voor Zomereind. Maar de stap om dan te zetten van ja, ik doe ook mee in die groep, dat is voor een aantal mensen toen nog net een stapje te ver geweest. Ja. Misschien ook dat het geweest is dat we het bedrag van 5000 euro, dat het misschien net, net iets te groot is geweest. We hebben dus ook de aandelen gehalveerd. Men kan nu dus voor 2500 euro mee doen. Ja, Zomereind, dat blijft gewoon een dorp van werkmensen. 5000 euro is gewoon een smak geld, Bart. Ja, zeker een smak geld. Maar dat hebben we ook nooit niet gezegd dat dat niet zo was. Dat is zeker een smak geld. Alleen als je ze over hebt, op de bank hebt staan, ja, dan is het wellicht wel slim om hiermee mee te doen. Hè? Want ik sprak iemand die had voor 5000 euro 32 cent rente gekregen over 2018. Ja. Die zei, ja, ik doe denk toch mee, want het levert nogal licht meer op dan op de bank laten staan. Maar afgezien daarvan, daar moet je eigenlijk niet voor meedoen voor het rendement. Het is vrij risicoloos om mee te doen. Je bent het geld niet kwijt. Het zit in de pastorie en we kopen er een pand van aan. En dat pand is voor een dusdanig nette prijs kunnen kopen. Hebben we voor een dusdanig nette prijs kunnen kopen van de bisdom. Ja, dat je er eigenlijk nooit een bult aan kan vallen. Ja, want die prijs is jullie meegevallen. Nou, uiteindelijk wel. De vraagprijs viel ons niet mee, maar wat gesprek met het kerkbestuur zijn we op een acceptabele prijs uitgekomen. Acceptabele voorwaarden, tenminste, dat vonden wij. Ja. Mag het bedrag niet noemen? Nou, ja. Of niet per se. Het is in Zomereind bekend, dus de rest van Zomermarkt ook weer 510.000 kk. Ja. Met tuin? Met tuin. Alles wel. Tuin is nogal wat, hè? Ja, de tuin is 85 of 8600 vierkante meter. Ja. Een beetje een inschatting, het is net iets minder dan twee grote voetbalvelden. Ja, dat is een prachtig gebied waar we ook graag willen behouden. En waar we ook vooral ook openbaar willen maken. Hè? De tuin waarbij iedereen, mensen van Zomereind, maar ook daarbuiten, er doorheen kunnen wandelen of lopen of de tuin gebruiken. En datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor de pastorie. Hè? Ook daar zouden we graag een openbare functie aangeven. In elk geval dat mensen erin kunnen. Ja. Ja. Je hebt mensen gesproken die mee willen doen, maar vertel ze ook meteen wat ze eigenlijk het liefst zouden willen in het gebouw. Ja, kijk, iedereen heeft daar zijn ideeën over. Maar we hebben er nog niet één idee uitgepikt waar we zeggen, ja, dat moet het worden. Nee, we hebben prioriteiten gezet. We gaan het eerst proberen te verwerven. En als we eigenaar zijn en we zijn bij de notaris geweest, dan gaan we de volgende stap zetten en gaan we kijken van nou, wat zou een goede invulling zijn voor het gebouw. En dan mag iedereen aan mee gaan denken, mag iedereen iets over zeggen. Daar staan we wat dat betreft helemaal open voor wat het gaat worden. Hoeveel geduld hebben jullie? Ik las ergens 1 februari, is een soort deadline. Nee, de deadline van 1 februari is om het geld bij elkaar te krijgen. Ja. Dus dan moeten we bij het kerkbestuur gaan melden van we hebben het geld wel of niet bij elkaar. Dat is de deadline richting het aankopen van de pastorie. Maar daarna hebben we zeeën van tijd. Daarom ook gezegd, laten we ons maar richten op het verwerven. Wat we er straks mee gaan doen, dat komt wel. Ja, dan hebben jullie nog 2 weken tijd, Bart. En dan gaan jullie goed invullen. Meer is het niet. We hebben nog 2 weken de tijd om de laatste mensen, en dat is nog een behoorlijke groep hoor, maar een laatste mensen ook om over de streep te trekken om met ons allemaal meedoen. Op dit moment zijn er nou
een, volgens mij mijn hoofd 68 geïnteresseerden die mee willen doen. Er zitten er bij die één aandeel, er zijn er ook bij die er wat meer willen. En dan, nou, we hopen dat die groep toch nog wat kan groeien tot, tot een mooi aantal. Ja, die groep die moet echt groeien. En, ja, we staan nou echt, het is 11:55 zeg maar op de kerktoren. We moeten nou deze twee weken, dan moet het echt gaan gebeuren. Kijk, over 4 weken, als er dan nog iemand komt, ja, dat is te laat. Het is echt 11:55 wat dat betreft. Ja, is flyeren niet voldoende, Bart? Nou, we hebben een folder gemaakt, die hebben we verspreid door Zomeren Eind met name, om niet alleen in Zomeren Eind, maar met name in Zomeren Eind, om mensen op te roepen om met ons mee te doen en om een keer goed uit te leggen wat het nou eigenlijk werkelijk inhoudt. Dat hebben we aan de hand gedaan voor een tiental punten en daarop hebben een aantal mensen gereageerd. En als die interesse voldoende zou zijn, dan hadden we besloten om ook een keer een soort van open weekend te houden in de pastorie. Waarbij mensen ook eens daadwerkelijk binnen kunnen lopen en hier kunnen sfeer ruiken en proeven en zien. Want als je eenmaal binnen bent geweest, ja, dat geldt denk ik voor heel veel mensen, dan zeggen ze ja, dit is wel echt een gebouw om verliefd op te worden. Tenminste, ja, heb ik zelf al heel erg. Ook mensen die geen interesse hebben, mogen toch even komen kijken? Ja, iedereen heeft denk ik interesse in het gebouw, maar degenen die geen interesse hebben om mee te participeren of mee te doen met de aandelen of participaties, die zijn natuurlijk ook van harte welkom. Want ja, ik heb het ook ergens een beetje, en dat is het ook zo, of we hebben het ergens een beetje gekscherend geschreven, het is misschien ook wel de laatste keer dat je een keer in het gebouw kan. Hè? Want als het voor 1 februari niet lukt, dan zal het weggaan het gebouw en dan kun je er waarschijnlijk nooit meer in. Hè? Ja. Bart, je hebt de openingstijden in je hoofd? Vrijdagavond van 6 tot 8 uur. Zaterdagmiddag van 3 tot 5 uur. En zondagochtend van 10 tot 12 uur. Ja. Vrije inloop of moeten mensen zich van tevoren aanmelden? Nee, vrije inloop. De deur is los.